Minister Dinota Forsweek van Grondbeleid en Bosbeheer zegt dat mensen die zich online hebben geregistreerd om in aanmerking te komen voor een stuk grond, gouden ruimte zullen krijgen om een aanvraag te doen. In gesprek met journalisten gisteren voor de wekelijkse ministerraad zei de bewindsvrouw ook verder in zee te willen gaan met de jongerenorganisatie Social Army, die vooral studenten wil helpen aan een stuk grond. Volgend jaar gaan we dan daarmee starten om de mensen die geregistreerd hebben daadwerkelijk een stukje grond toe te wijzen. De projecten zijn al panklaar om het zo te zeggen, maar januari gaan we dan werkelijk invulling geven aan die registraties. Ten aanzien van Social Army, zij zouden dan teruggaan, hun huiswerk doen en dan terugkomen. Gisteren heeft de voorzitter me gecontact, zei van minister, we zijn al zover, we gaan dan indienen. Wanneer we hebben ingediend, dan komen we weer bij u. Dus er is wel een goede contact tussen Social Army en het ministerie. Forsweek zegt verder dat er in de districten Nikeri, Koroni en Paramaribo binnenkort ook grondbeschikkingen zullen worden uitgereikt. De bedoeling is dat er wordt gewerkt aan het inhalen van achterstanden vanaf de vorige regeringen. De bewindsvrouw zegt dat er soms nagekeken moet worden waar stukken van belanghebbenden zijn die zich voor het digitaal systeem hebben geregistreerd. Het kan soms zijn dat je bepaalde stukken zoekt en je kan het niet direct vinden omdat we een archief hebben waarbij we eigenlijk nu pas bezig zijn om alles te digitaliseren. Dus die stukken zijn niet zoek, maar het duurt een beetje lang voordat je terechtkomt op de stukken van de belanghebbenden. Ja, die mensen gaan we weer, als we die stukken niet vinden, gaan we die mensen weer oproepen om kopieën te brengen. Want anders moeten we teruggaan in onze archieven en de archieven zijn op verschillende plekken dan eigenlijk opgeslagen. Forsweek zegt dat het niet gemakkelijk is voor het ministerie om aan te geven welke gronden vrij zijn voor uitgifte, omdat de percelen soms al zijn aangevraagd. Een ander probleem is dat bijzonder veel mensen een stuk grond dicht bij Paramaribo of in Wanica willen. De bedoeling is dat de andere districten ook aan bod komen, gezien er juist daar meer plekken vrij zijn.